Welkom kijkers, door een video. Vandaag speel ik Minecraft. We gaan verder met een dak te maken op ons huis. En ik wil een vloer maken in ons huis. Dat zijn de twee dingen die ik sowieso wil doen in deze aflevering. Of nee, in ieder geval deze aflevering en de volgende aflevering bedoel ik. En even kijken, is de oven al klaar? Ja, de oven is al klaar, mooi. Dan wil ik ook... die eruit en iron erin. Ik moet zelfs ook even de iron erin doen. Ik heb ook nog 8 steen. 8 steen is ook chill om te hebben. Zo. We gaan nu in ieder geval grot in om gaan werven wat steen takken. En hoe gaat het met de bomen? De bomen zijn ook alweer heel veel gegroeid. Oké, dan gaan we als eerst even de bomen hakken. Op zich moeten die andere houten bomen daarmee kan ik niet zoveel volgens mij. Dus ik weet niet of het heel veel nut heeft om die nu weg te gaan hakken. Maar ik hak sowieso de berkenhoutbomen weg, want die zijn wel chill om weg te hakken. Daarvoor krijg ik spul wat ook echt gewoon goed is, wat ik echt kan gebruiken. En van één zo'n houtblok, van één zo'n blok van deze boom, kun je volgens mij 4 berkenhoutblokken maken. En dat is echt best wel veel, want als je hier bijvoorbeeld 20 blokken van hebt, dan is het al 20 keer 4. Nou, en dan heb je al heel veel blokken. Dus die andere bomen kan ik op zich wel gewoon laten staan. Die hoef ik niet echt per se weg te hakken of zoiets. Kijk, deze bomen zijn ook chill. Hierbij groeit de stronk alle kanten op. En daardoor heb je heel veel stukken stronk erbij zitten van die boomstronk. Nee, het is ook wel weer vervelend, want ik wil dat die boom wel weggaat. Dus als je wil dat de boom helemaal weggaat, dan moet je wel zorgen dat je ook echt alle stukken stronk weghakt. Ik bouw wel even een stukje omhoog hiermee met deze blokken. Ik dacht dan deze ook alvast eventjes weg. Ik ga ook in ieder geval vast even de onderste stam hier weg, zodat ik even wat meer omhoog kan bouwen. Hier hebben we nog wat. Laat ik gewoon even wat bladeren ook weg gaan hakken. Ik denk dat dat wel fijn is. Want dan is het nu wat overzichtelijker. Ik weet waar alle stronken zitten en zo. Ik denk dat als we dit weg hebben, dat we zo'n beetje ook wel alle... stukken boom weg hebben. Zo, top. Was dit het laatste stuk? Nee. Dat moet ook nog weg. En dan hak ik dit weg. En dan was dit zo'n beetje als wel, denk ik. Het zou kunnen dat er nog meer is, maar dat zien we later wel. Daar. Zo.
Zo, dus dan kan ik hier wel allemaal van die eikhout plank van maken. Of laat 20 van die normale banen over, want nu heb ik al wel heel veel van die planken. Nee, trouwens, daar maar. Daar moet ik sowieso wat van in de kist doen. Oh, ik heb al. Oh shit, ik kan hier heel veel nieuwe bomen van gaan neerzetten. Wacht, hij smelt trouwens weg, die heb ik niet nodig. Ik kan nu al 13 nieuwe bomen neerzetten. Oké, okay, wak het wel even met de hand weg. Ik heb gisteren mijn pickaxe er nu bij te pakken. Mijn pickaxe. Mouwwiel. Nou ja, we laten dit gewoon even allemaal weggaan. Als die XMT was er nog wat strong zit in de boom. Want als dit heel lang blijft... Nee, trouwens, die bladen gaan er wel meer weg volgens mij. Ja. Die bomen zou ook wel stuk zijn, ja. Nee, deze boom wordt ook wel wat groter. Oh, heb ik nou... het zou wel. Zullen we de vloer van steen doen? Oh, ik heb een heel leuk idee. Oh, dat ga ik doen, ja. We gaan de vloer niet van steen doen. We gaan de vloer van iets anders doen. Ik heb echt een heel leuk idee. Waar de vloer van kunnen maken. Als ik dit nu weghaal, ga dan ook een van de kist weg of dat niet? Oh, die blijft gewoon zo staan. Oh, dat is heel chill. Dan hoef ik die dingen niet aan de kant te halen. Wacht, we moeten even wat zand hebben daarvoor. Ik ben zo bang, als ik deze weg heb, gaat de kist zo meteen... Oh nee, trouwens, dat kan gewoon. Ja, zie je. Ik moet hier even wat zand in doen. En dan krijgen we glas. Ik ga de grond van glas maken en dan maak ik hieronder een kelder. Zo, dus als eerst even de hele grond weghakken. En dan kan ik al wel wat... trouwens, is dat slim om nu al wat dieper te gaan of niet? Ik ga de rand, wat hieronder staat, onder de steen, dat ga ik zo ook weghakken. Maar daarvan ga ik denk ik iets anders maken. Daarvan ga ik, dat ga ik gewoon van steen doen, niet van glas. Oké, één zandblok staat gelijk aan eigen glas ding. Ik heb nu wel heel veel van die dingen, dus ik kan sowieso even een nieuw hout erbij gooien als zo'n hulpmiddel ding. En dan ook wel dingen in de kist. Die kan erin. Appels, kunnen die erin? Die heb ik wel verzekerd bij. In ieder geval wat hout weg. Ja, en dan... de keien. Zou ik, de keien heb ik wel gewoon bij. Mijn aarde kan er sowieso. En aarde heb ik nu sowieso niet nodig. Die kan er ook wel even in. En dan moet ik even een nieuwe houweel maken. Ik doe sowieso... Later maak ik wel dingen van metaal, maar dat heb ik nu op zich gewoon niet nodig. Dus nu kan ik gewoon nog even de dingen van steen blijven maken, ja. Dan doe ik nog één bijl. Ja, zo, ja. Shit, misschien had ik beter pickaxe kunnen maken in plaats van een bijl. Nou ja, dat maakt op zich niet erg uit. Ik moest sowieso wel die schep maken, want die schep... Kijk, hier ligt nog heel veel aarde en zo. Dus die had ik sowieso nodig. Het begint nacht te worden.
Ja, op zich kunnen de beesten niet in behalve spinnen, want die kunnen over de muur heen komen. Maar voor de rest heb ik in ieder geval niet bang te zijn. Trouwens, dit kan hier nog wel in blijven zitten. Ik moet eerst de rand van steen gaan maken. Ja, ik heb meer steen nodig. Ik moet sowieso als eerste de rand gaan maken, anders kan ik wel dat gras plaatsen. Maar dan moet ik daarna de rand gaan maken en dat wordt dan een stuk moeilijker. De mijn moet ik ook nog verder gaan verkennen, want die heb ik nog niet goed verkend. Ik ga denk ik sowieso nu even al wat fruit werken in Minecraft met aflevering. Dus stel jullie laten nu comments achter over wat ik moet doen. In deze video zou het kunnen dat je die pas over 3 video's ziet ofzo. Want ik denk dat ik hierna sowieso, dat ik nu best wel even een tijdje ga spelen. En dat ik gewoon meerdere video's ga maken, dat ik gewoon vooruit werk. Misschien zet ik een keer het achter elkaar online, omdat ja, we zitten nu toch met het corona, dus de meeste mensen hebben toch niet zoveel te doen. Dus dan kan je gewoon alles achter elkaar gaan kijken, als je de serie echt helemaal wilt volgen. Maar misschien zet ik het ook over meerdere dagen. Dus over, bijvoorbeeld dan maak ik nu 3 video's achter elkaar van Minecraft en dan zet ik zo meteen eentje online, morgen en overmorgen heen. Zoiets kan ik ook gaan doen. Hoeveel steen heb ik? 63. En je moet ook nog nieuwe dingen kunnen maken van steen. Dus ik heb sowieso nog wel even iets meer nodig. Hoeveel heb ik nu? Ja, oké. We kunnen wel even kijken als ik hier genoeg aan heb. Alsjeblieft niet 500 creepers als ze uit deze grot komen als ik hierheen loop. Nou, dankjewel. Ik zie niet eens één beest. Deur dicht, anders kunnen ze heel makkelijk binnenkomen. Oké, dan als eerst een houweel. Het bevalt me niet wat ik hoor. Ik hoor het net wat. Er loopt iets om mijn huis heen, volgens mij. Nou ja, dat is op zich niet heel erg. Fakkels moet ik ook even in mijn huis gaan plaatsen, trouwens. Zo is het wel goed. Dan heb ik nu fakkels niet echt meer nodig. Zo. Dan haak ik nu gewoon even die hele rand hier weg. Zodat ik dit van steen kan gaan bouwen. En dan gooi ik hier nieuw zand bij. Kijk zo, dit wordt zo een stukje mooier. Wat is dit? Oh nee, ze gaan de deuren weg. Shit. Oké, dit was niet helemaal de bedoeling. Ik had het ietsjes minder. Dat was eigenlijk de bedoeling. Snel, ik had iets minder snel moeten bouwen, zeg maar. Nou ja, dat maakt niet uit. Nieuwe deuren plaatsen voordat er van die gekke monsters binnenkomen. Waarom schrik ik van het geluid dat mijn schep kapot gaat? Ik weet niet waarom, maar ik schrok echt best wel erg, zeg maar, van het geluid dat de schep kapot ging.
toch dat er een gek beest bij me binnenkomt in het huis. Zo. Ik kan nog wel even een verdieping lager graven. Zo. Ik moet ook even een trap gaan maken, dan kan ik ook omhoog. En zo'n luik, want ik moet sowieso mijn god hierin kunnen in de kelder met een luik. Ik ga niet zomaar een open gat laten, die moet ik dichtmaken met een luik, maar dat hoeft nu op zich nog niet. Ik kan eerst even met de luik gewoon zonder luik doen, bedoel ik. Dat is niet heel erg, zo. Oh, dit is helemaal geen grind of zoiets. Of grind, kan je in soort grindtijd, maar van dat spul waar je vuur zijn van kan krijgen. Ik dacht even dat was en dat moet zeggen, ook met de schep. Nou, dan zou ik er even nieuw zand in de oven gaan plaatsen voor het glas. Ik weet niet, wacht, ik zou zo even kunnen uitrekenen hoeveel glas ik nodig heb. Want dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh. 2, 4, 6, 8, 10. Dus 10 keer 2, 4, 6, 8, 10. 10 keer 10. Oh, heb ik echt zoveel nodig? Wacht, dat is dus 10. Ja, ik heb echt zoveel nodig, ja. Oké. Okay. Dus dan heb ik iets van 100 glas nodig. Wacht, dat is best wel veel. Ja, dan moet ik nog even verdieping naar gaan, want dan heb ik meer zand nodig. En hier ligt meer zand. Oh, dit is een zandblok. Ik heb geen zandblokken. Oh, dit is allemaal zandblok. Ik hier was het zand een beetje bij de rand weg. Zo. Oh nee. Dit was ook echt mijn laatste schep. Shit. Zandsteen hoef ik niet. Ik zou even wat meer dingen in de kist gaan doen. Die. En die. En het rest van het hout gooi ik hier even bij. Wacht, 50 en 40. Ja, dan heb ik dus 90. Oké, dan heb ik nog 10 zand nodig. Wacht, dat kan ik nu wel verhalen. In de tussentijd doe ik dit wel nog even afmaken. Ja, dit maak ik nog wel even af hier. Oh ja, ik heb geen schep meer. Oké, dat moet ik wel als eerst regelen. Zit hier nog wat steen in? Oh nee, ik heb zelf steenpacht. Oh ja, ik heb stokken nodig. Dat heb ik nodig. Dat bedoelde ik. Dat is wel veel beter. Stokken. Waar staan de stokken? Oh, hier staan stokken. Top. Dan gooi ik de rest hier even bij. Ja, zo is het prima. Dit spul mag allemaal wel in de kist. Ja, dat kan er wel in. Samen mogen er voor nu ook in. Nou, ik was eerst even. Vergeet ik dat gereedschap te maken. Oh, ik ben zo slim. Zwaard. Dat heb ik niet echt nodig. Een bijl ook niet. Daar heb ik er 2 extra van. Ik heb in ieder geval wel weer 3 scheppen nodig, doe dat maar. En ik heb 1 extra bijl nodig. 2 scheppen heb ik, ja. En dan dit. De rest heb ik niet echt meer van nodig. Voor nu niet, bedoel ik. Later waarschijnlijk wel weer, maar nu heb ik het nog niet nodig. Oh nee, hier zit water. Oh nee, hier zit een hele... Oh nee. Wacht, kan ik dit niet gewoon zo dichtmaken dat het water dan hieruit gaat? Kan dat? Nee. Shit.
Oh ja, oh nee, ik ga dood. Oh, dit scheelt echt heel weinig. Wacht, ik moet even hier dit dichtbouwen. Weet waar het water vandaan komt. Ik moet. Shit. Oh nee, maar het is heel kut dat dit onder mijn huis zit. Ik heb even mijn aarde nodig. Ik moet hier alles dicht gaan bouwen met aarde. Ik denk dat dat de enige oplossing is hiervoor. Ik moet ook wel rekening houden dat ik weer op tijd naar boven toe moet om adem te halen. Ik weet eigenlijk niet eens als het zo wel werkt. Of als het water zo gewoon blijft. Als het water nu namelijk blijft, heb ik zeg maar best wel een probleem. Dan is het echt best wel stom. Dit moet ook even helemaal dicht. Als het niet werkt, heb ik zo'n groot probleem. Ik ben echt zo bang dat het niet werkt. Anders moet ik even op YouTube op gaan zoeken naar deze video hoe ik water wegkrijg. Ik weet ook dat je het ook met lava kan doen. Door steeds lava opnieuw in het water te gooien. En als ik nu weggooi, is het water. Oh, wacht, misschien werkt het ook nog ook. Oh, ik ben zo blij als dit werkte. Ik moet de kelder dan wel dieper maken, dus ik moet zo meteen dieper om te testen als het echt werkt. Want nu lijkt het alleen alsof het werkt, maar ik heb echt geen flauw idee als het echt werkt of niet. Hoeveel heb ik? 64. Waarom brandt de oven niet meer? Oh, natuurlijk, dat is een hele stack. Oh, de pickaxe is ook echt nu elk moment kapot. Misschien kan ik trouwens beter als eerst voor een dak gaan zorgen. Oh ja, ik heb nog meer pickaxes. Ik hou nu even alles tot één verdieping zo. Nou, hier kan ik al wel vast even wat. Is dit al het steen wat ik heb? Ik heb toch gewoon meer steen hierin of zoiets. Nee, dit. Maar meer heb ik ook echt gewoon helemaal totaal niet. Dat is eigenlijk best wel kut. Ik kan zo.
Dit kan ik nog van steen maken, maar dan zijn al mijn steen ook alweer op. We hebben echt heel veel nieuwe steen nodig. Echt heel veel dit keer. Ik heb niet genoeg meer aan stacken. Ik moet nu echt gewoon 2 of 3 stacks hebben, denk ik. Of ja, misschien niet zoveel, maar in ieder geval veel, bedoel ik dus. En ik moet die boom opnieuw gaan planten voor nieuw hout. Of ja, ik heb er een tijdje genoeg aan, want ik heb echt heel veel bomen omgehakt net. Maar ik moet zo meteen echt weer een keer nieuw hout hebben. Hier zit ik gewoon nog een god onder. Maar dit bevalt me eigenlijk helemaal niet. Ik ga terug omhoog. Dank je. Want dit bevalt me echt helemaal niet. En sowieso kom ik nu niet om grotten te verkennen. Ik moet steen hebben, geen grotten. Grotten zijn ook leuk voor de iron en zo, maar dat heb ik. Momenteel heb ik dat nu echt. Dat is de laatste wat ik nu nodig heb, zeg maar. Ongeveer dat dus. Heb ik focus bij me? Ja. Oh, kijk, hier hebben we wel even een plaats waar ik wat steen kan hakken. Ik heb in ieder geval 1 stack, want we beginnen nu hier opnieuw met een nieuwe stack te maken. Oh, heel chill dat er water binnenkomt. Heel fijn dit. Oh, kijk. Top. We hebben nog meer water. Ik hoop nog niet genoeg namelijk. Hoeveel hebben we nu? Hebben we 1 stack? Ja, en dit is iets anders. Ja, oké. Ik kan op zich wel even kijken hoe ver ik hiermee kom. En als we kunnen we altijd nog meer halen later. Want deze grot, daar zit best wel veel steen in, dus we kunnen altijd nog meer halen. Of laten we gewoon 2 stacks maken. Dat we nu even die stack die jullie onderin zien in mijn balk. Waarvan ik nu 38 heb, dat ik die als eerste even vul maak tot het met 64 bedoel ik. Ik wou 40 zeggen. Maar 64 bedoel ik. Laten we hier al rechtdoor gaan graven. Dit is een mooie plek om rechtdoor te graven. Spinnen. Oh ja, zit ook nog iron. Ja, dat moet ik ook nog een keer gaan dekken. Maar ik wil nu echt momenteel gewoon een goed huis hebben en dingen bouwen. En daarna gaan we de grot ontdekken als ik echt gewoon al best wel ver ben. Het begint inmiddels ook weer avond te worden. Oh ja. Oh nee, de zon is er nog wel, maar het begint wel langzaam aan de avond te worden. Dat ziet eruit als echt een groot eiland. Daar wil ik ook een keer heen.
Nou, alsjeblieft. Een keer weg met het water. Dankjewel. Dat is dus het vervelende van op een eiland zitten. Je hebt heel veel water om je heen. Heb ik nu al 100 glas? 60, 70, 80, 90. Ja. Oké. Okay. Dan hebben we genoeg. Ik ga de kelder zo nog wel wat dieper maken, maar ik wil eerst even hier allemaal stenen hebben. Oh ja. Kijk, dit bedoel ik, mijn steen is nu weer bijna op. Of ja, dan heb ik nog een stack. Maar alsnog, dit gaat best wel snel, omdat het ook echt best wel veel is wat ik moet bouwen. Waar staat hier? Staat mijn andere steen. Anders maak ik als eerst even die verdieping van glas. Ik denk dat dat veel zin is om nu als eerste te doen. Welke hoogte moet het? Het moet op deze hoogte. Oké, wacht. Dan moet die weg. Ik kan beter vanaf hier bouwen trouwens, denk ik. Ik moet er echt op letten dat ik geen één plek vergrijs met glas. Anders heb ik een valkuil in mijn grond zitten. Ja, het moet sowieso hoger. Ik kan niet eens springen nu. Wacht, waar gaan we dan? Hier gaan we die ladder bouwen, dus dit gaat eruit. Dan bouw ik nu hier dit. Zodat ik even omhoog kan. Dan doe ik zo dat de stek aarde, de rest doe ik hierin. Die mag erin, zand heb ik niet meer nodig, glas heb ik niet meer nodig. Kan ik al zo'n... Wacht, als ik nou wel een trap kan maken. Ik heb wel een hek, maar geen trap, nee. Zo, pak ik wel even 9 daarvan. En we kunnen ook een ijzeren deur maken. Dat doen we later als het nodig is. En dan heb ik zo'n... Ja, deze is dat de goede. Volgens mij is het de goede, ja. Ja, kijk, dit is de goede. En werkt dit ook zo? Ja, het is alleen wel... Wacht, ik kan... Daar toch? Nee, daar kan ik geen trap plaatsen. Oké, dat maakt op zich niet uit. Gaan we dan nu als eerste het dak maken?
Waarvan doen we het dak? We kunnen het dak ook van glas doen, maar ik denk dat we dat gewoon van ja, dat doen we wel gewoon van steen. Of zullen we nog eentje hoger maken? Ik heb wel een idee. Wacht, ik heb een ander idee. Dan moet ik als eerst meer steen hebben, want ik heb, ja, ik heb sowieso meer steen nodig daarvoor. Ik ben trouwens echt bang dat er zo meteen daar beneden van die creepers en dingen gaan spannen. Dus ik wil zo meteen ook fakkels beneden ophangen, maar dat hoeft nu nog niet. Hey, iron. Hoeveel steen zou ik nodig hebben voor het dak? Ja, nou ja, ik kan nog wel even wat doorhakken, want ik heb er sowieso best wel veel voor nodig. Ik weet alleen niet hoeveel, maar het is in ieder geval wel veel wat ik ervoor nodig heb. Ik hoor hier overal spinnen lopen. Het is hier beneden volgens mij. Ja, kijk, hier is het ook een gat. Oh, dat is maar één diep. Is dit? Ik heb 2 stacks. Oké, dat is voor nu wel even genoeg, denk ik. Ik weet alleen niet zeker. Hé, hey, daar heb je weer die skelet. Au, die was er gisteravond ook. Kan je niet op een fakkel springen? Nou, dat kan niet. Zo. Moet alleen nu niet hier vanaf vallen. Ja, zo is het wel goed. Dit kost bijna een hele stack om alleen maar deze rij te maken. En voor de mensen die zeggen dat het niet heel lelijk dat daar al eens zo'n steen zit aan de onderkant, ja, dat klopt. Dat hak ik zo ook weg. Maar ik moet eerst even dit uit het dak afmaken. Ja, nee, dit bedoel ik dus met wat ik net zei over. Ik weet niet of het genoeg is. Ik heb te weinig. 2 stacks is veel, maar zo'n dak kost ook best wel veel. Zo'n dak als dat ik ga maken. Het kost steeds wat minder per rij, maar alsnog, het kost veel, veel bij elkaar. Hey, er zijn wel predators op mijn eiland. Ik heb alleen liever geen predators op mijn eiland. Zou ik ze aanvallen? Ik heb een stenen zwaard, dat is niet het allerbeste, maar dat maakt niet uit. Die zien me niet. Oh, jullie zijn ook helemaal niet vriendelijk.
Hij mag maar niet zitten, hij mag gewoon niet zitten, hij mag gewoon niet zitten. Oh, ze zijn wel boos op me, maar dat maakt niet uit. Ik heb ze, daar gaat het om. Ja, en ik ben er wel van mijn dak af, denk ik nu net. Wacht, trouwens, wat ik wel kan doen is dit. Dit is heel lelijk, wacht. Ander ideetje. Nu kan ik... Ja. Dat is nog steeds heel lelijk, maar dat maakt niet uit. Oh, stop, wat doet de controller? Dan kan ik echt op gas spouwen. Ik wist niet eens dat ik kon. Ik ontdek het nu net. Ik ben alleen bang dat er zo meteen wel meer van die pillen mensen in mijn huis staan, want... Volgens mij zijn er een paar van hun, zeg maar, allemaal best boos op mij. Als ik het dak af heb, sluit ik de video ook voor nu even. Pickaxe meer. Dat is best wel vervelend eigenlijk. Het is best wel zonde om nu nog zo'n werkbank te maken, maar nee, dat maakt niet uit. Ik had de pickaxe nodig. Die werkbank mag hier trouwens ook al blijven staan. Het kan alleen maar, want weet je, zo meteen als ik in deze schuld nog een keer bezig ga en ik heb mijn werk of en al mijn pickaxe zijn weer op, dan kan ik gewoon weer die werkbank gebruiken. Dus op zich is het ook wat joke dat ik die nu hier heb neergezet. Ik heb 33 stenen, ik hoef niet zo heel veel meer, dus ik hoop eigenlijk dat het nu genoeg is. Maar ik moet sowieso mijn huis afkrijgen in deze video, dan kan ik gewoon zeggen dat mijn huis af is in de titel. Dit is trouwens helemaal niet slim, ik moet hier aan een trap bouwen. Oh, volgens mij heb ik nog steeds niet genoeg. Of niet, ja. Nou ja, als ik dit soort domme vergissingen maak, zoals hier dit neerzetten, dan heb ik niet genoeg, nee. Maar, kijk, ik heb gewoon genoeg. Mooi, muis is af. Dan kan ik de video nu ook al afsluiten zo. Hoeft niet, ja, trouwens nog niet. Ik moet sowieso wel eerst even netjes afwerken. Die moet weg en... Die moet ook weg. En natuurlijk, om wat licht te hebben in huis, moeten er ook fakkels komen, anders is muis nog steeds niet af. Trouwens, voor ze nu gaan zeggen, juist is het nog niet of aan het bezig, want de kelder is ook, de kelder is niet het huis. Ik heb het nu over het huis zelf dat af is. Ik heb het niet over de kelder. Als het over de kelder ging, had ik de muis inderdaad nog niet af, nee. Ja, die klopt. 1, 2, 3.
Hier 1, 2, 3. En hier, oh shit. 1, 2. Ah, oké, okay, wacht. Dit kan ik niet symmetrisch doen. Ik heb meer focus nodig. Ik moet dit symmetrisch maken, anders is het niet mooi. Wat is dit? Heb ik daar wat aan? Volgens mij heb ik er echt 0,0 aan, maar dat maakt niet uit. Kijk, zo, dit past er veel beter. Gewoon 2, 2, 2, 2. En hier ook. En dan ook nog zo 2 focus boven de deur. Perfect. Zou ik nog een verdieping lager gaan? Of zou ik dat in mijn volgende video doen? Nou ja, weet je wat? Ik vind het me zo eigenlijk wel goed. Kijk, dan ga ik hier al staan. Wacht, om de video af te sluiten moet even deze eraf, want dan ziet het er niet mooi uit. Zo. Nou ja, ik wil jullie nu bedanken voor het kijken naar deze video. Als je hem leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Like. Abonneer. En tot de volgende video maar weer. Doei.